Hey, leuk dat jullie weer kijken. Zoals je ziet ben ik vandaag niet alleen in de keuken, maar krijg ik hulp van Rutger van rutgerbak.nl. Klopt, en ik ben hier ook niet zomaar, want we gaan weer cheesecake bakken vandaag. Geen cheesecake als grote taart of als gebakje, maar we gaan hem vandaag in hele leuke potjes maken. Ja, en ik heb voor glazen potjes gekozen, zodat je dan de laagjes van de koekbodem, de cheesecake en de topping goed kan zien. Superleuk. We gaan voor de basis van de cheesecake gaan we Philadelphia roomkaas gebruiken. Die is romig van textuur, fris van smaak. Ja, heel goed geschikt om een cheesecake mee te maken. We gaan onder andere deze gebruiken. En nog heel veel andere lekkere dingen, want dat gaan we voor cheesecake maken vandaag. Ik heb voor mijn favoriete smaakcombinatie gekozen. Appel en kaneel. Het liefst doe ik dat echt overal in. Het is ook altijd een gouden combinatie. Ja, ja, maakt niet uit wat je ermee maakt. Of het nou koekjes zijn, een appeltaart, de appelkaneelcake. Of cheesecakes met appelkaneel. Lekker. Altijd lekker. Laten we aan de slag gaan. Ja, gaan we doen. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen met de koekjesbodem, of tenminste, daar mag jij mee beginnen. Yes. En dan ga ik met het roomkaasmengsel vast beginnen. Is goed. Als je die met de hand gewoon even wil verkruimelen, dan komt dat helemaal goed. Het zijn er niet zo heel veel gelukkig. Nee, precies. Daarom kan het ook wel met de hand. Als je er veel hebt, zou ik zeggen, van doe het eventjes in een blender of bijvoorbeeld in een zak en dat je er met de deeg van... Ja, precies. Je agressie op... Ja, klopt. Begin ik met de roomkaas. Die doe ik in de kom. Hele bakje kan erin. Daar doe je de suiker bij. Een beetje vanille-extract. En tot slot de kaneel. En dan is dit heel simpel. Alleen maar even met de spatel door elkaar. En je kan stoppen met mengen zodra het goed vermengd is. Dus als je, hoe langer je door blijft mengen, hoe dunner het mengsel wordt. En dat is nou precies wat je niet wilt. Ik ben klaar. Hoe ver ben jij? Ik doe rustig aan. We hebben geen haast. Gaan we hier verder nog iets mee doen, zometeen voor de bodem? Nee, het gaat gewoon eigenlijk gelijk in de potjes. Want je lepelt het leeg en dan vind ik het makkelijker als je het gewoon zo doet. Je kan er natuurlijk ook boter bij doen. Dat zie je vaak bij grotere cheesecakes. Ja, klopt. Ja. Maar omdat dit al in een glaasje zit, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Het lepelt wel lekker makkelijk weg. Ja. Nou, de kruimels zijn mooi fijn. Top. Ik heb vast de rest van de ingrediënten die we nodig hebben gepakt. De potjes, uiteraard. Zou jij misschien de koekkruimels op de bodem van de potjes willen verdelen? Ga ik ondertussen vast eventjes de slagroom stijf kloppen. En dan kan dat straks bij het mengsel voor de cheesecake. Zo, de potjes zijn gevuld. Slagroom is geklopt. Teamwork dit. Vind ik wel. Kunnen we het afgemaakt of niet? Ja, klopt. Laat de slagroom gewoon bij het roomkaasmengsel. En dan is het een kwestie van het er voorzichtig doorheen spatelen. Tot het goed gemengd is waarschijnlijk. Ja, tot het gewoon eigenlijk egaal van kleur is. Dat hou ik meestal zelf aan. Nu kan je dat goed zien omdat de kaneel al een beetje kleur geeft. En als het dan egaal van kleur is, dan kun je stoppen. Nou, dit is het eigenlijk al. En nu kunnen we het hierin doen. Het ruikt echt super lekker. Yes, gevuld. Ja. Ziet er goed uit. Ja. Niet helemaal tot boven aangevuld. Nee, klopt. Maar dat is ook niet erg, want er komt straks nog een topping van appeltjes en kaneel bij. Mm-hmm. En daar moet je nog wel de ruimte voor hebben natuurlijk. Die kan je dan zo leuk in het glaasje erbij leggen. Ja. Ik ga ze dicht doen. Ja. Dan doen we ze gewoon even in de koelkast. En dan laten we ze ongeveer 2 uur staan. En is dit iets wat je ook een dag van tevoren kan maken als je morgen eten krijgt? Dat je... Prima. Ja hoor. Ochtends vroeg een dag van tevoren, dat kan prima. Dat is juist makkelijk. Ik kan het voorbereiden. Je had het al voorbereid gisteren. Het is echt mooi. Ik kan hem gewoon op zijn kant houden. Het is echt ja, ja, je hoeft echt niet bang te zijn dat het eruit valt. Het is gewoon goed stevig. Lekker, geworden. Mooi mengsel. Ja. En we gaan hem eraf maken met wat appeltjes. Ja, klopt. Ik heb even een appel geschild in kleine blokjes gesneden. Mm-hmm. Een klein beetje kaneel erbij. Klontje boter in een pannetje. Dan doen we dat gewoon straks allemaal even bij elkaar. Even op het vuur, zodat ze een beetje zacht worden. Een beetje karamelliseren. Dan zijn ze nog lekkerder. Dit zijn ze geworden. En het ziet er echt super lekker uit. Ik hoop dat ze ook zo smaken. Het ruikt ook gewoon heerlijk hier met die... Appeltjes die we net eventjes in de pan hebben gekarameliseerd met wat kaneel. Heerlijk. Het ruikt heerlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat we gewoon maar moeten proeven. Ze zijn nog lauw warm, dus volgens mij is dat heel lekker met die... Denk ik ook. En ik neem ook even lekker een hapje van alles wat bij zit. Ik zat ook onder de bodem te praten. Oh, oh, oh. Mm. Het is echt heel lekker. Ja. Vooral die bodem, die is lekker smeuig, doordat de vulling een klein beetje erin getrokken is. Ja, maar echt niet te veel. Je hebt ook nog wel echt knapperige stukjes koek. Ja, top recept. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Wil je dit recept gaan maken? Je vindt de uitgeschreven versie op onze blogs, op laurensbakery.nl of op rutgerbak.nl. En ga jij dit recept nou maken, of ga je zelf aan de slag met een Philadelphia cheesecake recept? Zouden we het superleuk vinden als je dat op social media wilt delen met de hashtag #MijnPhiladelphiaCheesecake.
kunnen wij kijken wat jij ervan hebt gebakken. Ja, leuk. Je ziet me volgende week weer. Ga ik cheesecake maken met Brenda van Brenda Kookt. Wat het precies gaat worden, ga ik je nog niet vertellen. Maar het wordt iets met een Italiaans tintje. Dat klinkt heel goed en ik ben benieuwd. Deze recepten vind je dus op onze blogs. Wij hopen dat je het leuk vindt om te kijken. Wij hebben er in ieder geval heel erg veel plezier mee gehad. Zeker. En hopelijk zien we je snel weer. Doei! Doei.